Omdat we niks meer hoeven te onthouden. Want ja, daar hebben we computers voor, daar hebben we telefoons voor. Heel simpel voorbeeld. Vroeger kende ik minimaal 30 telefoons uit mijn hoofd. Minimaal. Nu hooguit 1. Die van mezelf. De rest is niet nodig. Het staat allemaal in je mobiel. Tot je dat ding kwijt bent, ben je vrienden, familie, ieder gewoon weg. Kun je weer opnieuw beginnen. Terwijl vroeger, het was toch magisch, man. Nou had je een vaste plek in het huis. Daar stond dan de telefoon. Met ook zo'n draaischijf. Dat is toch veel leuker dan die stomme knopjes. Nou, ja, wij hadden 1 knopje. Als hier dan die draaischijf was, was zo rechtsonder, was het dan 1 knopje. En ik weet nog steeds niet... Geen idee. Zo vaak ingedrukt, er is nooit iets gebeurd. Ik dacht, nou komt het, er gebeurde niks. Maar het was wel veel leuker. Want dan was je verliefd op een meisje. En die durfde je al helemaal niet te bellen. Dus je handen trilden ook helemaal. Dus je draaide ook de hele tijd verkeerd. Maar dat hoorde erbij, dat was voorpret. En je had ook nog geen nummerherkenning. Je kon er zo 30 keer bellen, ze wist van niks. En ik kwam zij s'avonds thuis en zei, en lieverd, heb je me nog gebeld? Kon je gewoon zeggen, nee, natuurlijk niet. Nu gaat het niet meer. Nu belt ze je totaal in paniek terug. En lieverd 30 oproepen gemist, wat is aan de hand? Ben die sukkel aan de andere kant van de lijf van niks. Ik wou van je stem horen. Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we een paar knopjes kunnen drukken. Dat je Henk op je display krijgt en je telefoon dan Henk belt. Nee. Nu hebben we ook spraakherkenning. Dus nu zeg je tegen je telefoon, Henk! En dan belt hij Henk op. Zit je al een half uur in het café te roddelen over Henk? Leg dat maar eens uit, ja. Je hebt nu horloges die kunnen een kilometer onder water. Het is fantastisch. Alleen zo jammer dat je als mens na een paar honderd meter implodeert. Maar je weet wel exact hoe laat dat gebeurt. Je hebt nu telefoons die zijn helemaal waterdicht. Dus je kan binnenkort iemand bellen, kan je vragen waar ben je? Dat bereik je nooit. Kom op nou, man. Ja, maar waar is het goed voor dat je aan het duiken bent? Oh, kut, ik moet naar huis. Even mijn vrouw bellen. Hoer! Kom op! Maar het is nooit genoeg. Het is niet genoeg dat we allemaal een vaatwasser hebben. Het is ook niet genoeg dat we allemaal van die blokjes hebben waar het zout al in zit. Nee. Wat heb je nooit de vaat? Weet je wat, dan heb je net ingeruimd. En dan loop je naar de kast om zo'n blokje te pakken. Heb je dat blokje in je hand, denk je, ja. Moet ik het nog helemaal uit de verpakking halen? Oh. Moet je dat dus helemaal doen? En dan moet je met de verpakking weer terug naar de pedaalemmer. Om dan weer terug te gaan met het blokje naar de vaatwasser. Om dan erin te doen en dan denk je, ja, maar nou moet ik mijn handen wassen! Hoe lui kunnen we nou nog worden? Gewoon even serieus. Een afstandsbediening. Op je Walkman! Dat is het verschil tussen dit en dit. Weet je wat ik het allerergst vind? Zijn die voorgeprogrammeerde sms'jes in je telefoon. Die schablonen. Die teksten als, ik ben op kantoor, bel me daar. Maar je hebt ook, ik hou van je, comma. En dan hoef je alleen nog maar de naam in te vullen. Het antwoord heb je ook al, ik ook van jou. Maar ik heb nu een nieuwe telefoon. Er staat een voorgeprogrammeerde sms in. Met de letterlijke tekst. Sorry, comma, daar kan ik je niet bij helpen. Voorgeprogrammeerd in je telefoon. Kijk, dan snap je een beetje hoe we met elkaar omgaan. Dan snap je gewoon...